السلام عليكم. نحب نديرو كونترول ونعملو ريزيرفاسيون في اليوم يعني. السلام عليكم. Je hebt het goed gehoord. Ik trek me terug. Is dat niet wat prematuur? Ik kan niet anders. We hebben je hart nodig. Beschouw dit maar als een formeel verzoek. Ik wil dat je me ontheft van mijn verantwoordelijkheden als chef van de unit. Je was altijd een knokker, hè? Waarom dan nu zo? Soms is het iets te veel. Ik maak er verlof van. Doe het minder definitief. Je begrijpt het niet. Zo blijft de weg voor je open om erop terug te komen. Na deze catastrofe. Ik weet wat je moet doormaken, Ruud. Nee, dat weet je niet. Jij bent na die ontploffing niet binnen geweest. Jij hebt die mensen niet zien liggen. Ga er tussenuit. Hè? Het strand, de bossen. Neem de tijd. Je kan altijd nog beslissen. Goed. Maak er dan voorlopig maar verlof van. Ik hoop dat je snel op je besluit wil terugkomen. Geef je weinig kans. We zullen zien. Ik ken je toch? Ik heb het helemaal gehad. Dat geldt denk ik voor ons allemaal. Je hebt het nog niet geprobeerd. Ja, natuurlijk is het jammer dat Schipper zijn baas blijft dekken. Het zou mooi zijn geweest als we daar een wicht tussen hadden kunnen drijven. Ruisdaal schuift hem van alles in de schoenen en hij heeft daar enorm de pest over in. Dat druk hier, een duwtje daar. Hij verbijt zich, maar hij behoort nou eenmaal tot de top. Een noblesse oblige. Zijn beloning zal flink zijn en wij komen geen stap ver. Mevrouw Riering, ik heb meneer Govers voor u aan de lijn. Oh, zeg maar dat ik hem zo terugbel. Oké. Iedereen weet toch dat Ruisdaal schuldig is. En straks vrij. Maar dat moet je niet zeggen.
De rechtbank zal de eis niet volgen, maar vrijspraak. Ik denk van niet. Je hoopt van niet. De eis tegen de verdachte Ruisdaal wegens het leiding geven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugsmokkel, mensenhandel, kunstroof. Wegens het opdracht geven tot moord, 15 jaar. En tegen de verdachte Schipper, wegens medeplichtigheid aan eerder genoemde misdrijven en wegens het gericht vuren op de politie met een automatisch wapen, 12 jaar. Meneer de president, de officier heeft in geen enkel opzicht kunnen aantonen dat de in de dagvaarding genoemde feiten ook werkelijk hebben plaatsgevonden. Laat staan dat ze wettig en overtuigend zijn bewezen. Erger nog, de procesgang zoals die in dit proces door de officier is gevoerd kan alleen maar betiteld worden als strijdig met een goede procesorde. U zult begrijpen dat de verdediging de te lastig gelegde feiten dan ook geenszins wettig en overtuigend bewezen acht. Ik verzoek u derhalve, meneer de president, het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, dan wel cliënt vrij te spreken van het hem ten laste gelegde en bijgevolg cliënt in vrijheid te stellen. Nou ja, ik schors de zitting. Geloof je niet dat hij leeg is? Ik kijk of hij nog reststraling geeft. Anders valt het op als ze meten. Is goed zo. Maak eens open. Goed, maak maar dicht. Vrijdag is het zover. Alles is in orde. 'S Ochtends krijgen ze controle bij de douane. Daarna mogen ze weg. Prima. Dominica, de Spanamees. Lengte 33 meter 23, breedte 7 meter 42. Ja, dat kan ik kopiëren. Het enige wat me nu interesseert is wanneer die vertrekt. Vrijdag, op z'n vroegst. Ik heb de laatste vertreklijst nog niet binnen. Ik geef het meteen door. Wat is er? Kenteken gemist. Dag van de advocaat eruit. Fascinerend. Kinderen zijn naar school, vrouw is net vertrokken, post is bezorgd, een koerier is iets komen afleveren. Heb je iets te eten bij je? Ja. Oké. En we zijn hier niet officieel, oké? We staan hier toevallig. Ja, dus alleen waarnemen, geen enkele vorm van actie. Waarnemen? Dat heb je uit een boek. Roberto, ik meen het, oké? Nou, geniet ervan, hè? Dag.
Mag ik Kinky? Oh, kun jij er iets voor me doen? Een kenteken. PNFV81. Oké. Okay. Ja, hallo? F.J. Zwart. Bedankt. Zo zie je de wereld nog eens van de andere kant. Ga zitten, Ben. Nee, dankjewel. We hebben nog even nagedacht. Het gaat over iets waar Talsma het over had. Ja. Iemand, wie het ook is, heeft er alles voor over dat Ruisdaal wordt vrijgelaten. Begon met zuurbier. Die hebben ze heel slim weten te bewerken, want die wilde niet meer getuigen voor het Openbaar Ministerie. Toen vonden we Lottie Werner. Zij waren ook naar haar op zoek. Vervolgens was ze zo opgeblazen. Een noodsprong. Een nogal effectieve noodsprong. Zwager heeft er ook mee te maken. We weten alleen nog niet precies hoe. Alles was klaar voor een vertrek naar het buitenland. Plotseling is die dood. Het punt is dat wij er niet achter komen wie het zijn. We hebben zelfs geen vermoeden. En hadden we wel een vermoeden, dan zouden we daar iets concreets mee kunnen doen. Met concrete aanwijzingen waren we dat onderzoek nooit kwijtgeraakt. Nou, vrijwel zeker van. Waar willen jullie naartoe? Er is één iemand die ons verder zou kunnen helpen. Als we hem zouden schaduwen, dan zou hij ons wel eens naar ze toe kunnen leiden. Den Dolder. Dat is de enige mogelijkheid. Vergeet het maar. Dat heb ik ook tegen Ruart gezegd en daar blijf ik bij. Den Dolder is de enige die Suurby heeft gesproken voordat hij 180 graden draaide. Hij moet er iets mee te maken hebben. Het is de advocaat van de verdachte. Die kun je niet schaduwen. Dat is volkomen illegaal. Illegaal? Jullie zeeman is dood. Loop het op een haar na. Paul, je eigen man is dood. Wie moet er nog meer volgen? Als we ons aan de regels houden, komen we nergens. Maar ze komen erachter, vroeg of laat. En dan kunnen wij het in de rechtszaal vergeten. Het spijt me. Het gebeurt niet. Het doet verschrikkelijk pijn om je zo te zien. Als je dat tuig maar grijpt. Daar kun je van op aan. Judy mag niet ongewroken blijven. Nee. Kinky heeft een videotape van de surveillancecamera, of wat er nog van over is, zo goed mogelijk gerestaureerd en gedigitaliseerd. En? Zonder resultaat, zeker. Die vent die wist dat er camera's hingen. Hij droeg een baseballpet. Maar Kinky heeft een flink stuk beeld waarop duidelijk te zien is dat hij een groot litteken heeft op zijn rechterhand. Schor hem dat andere mensen zoiets aandoet. Verdient het niet er zomaar mee weg te komen. Meneer Den Dolder, zou direct veel de rechter een oordeel. Wat verwacht u? Nou, zoals ik u al heb gezegd, ik doe niet aan kansberekening. Maar ik zou het een godsbevinden vinden als de heer Ruisdaal niet vrijgesproken zou worden. Waarom? Waar baseert u dat op? Omdat... Waar baseert u dat op? Omdat de officier van justitie op geen enkele manier erin geslaagd is de strafbare feiten aan te tonen. De rechtbank hervat de zitting en komt in de zaken Schipper en Ruisdaal tot de volgende uitspraak.
Om de verdachte niet langer in spanning te houden, wil ik, indien het OM en de verdediging hiermee instemmen, graag verkort uitspraak doen. Na afloop krijgt u uiteraard de reeds uitgewerkte vonnissen. Ook voor de pers zijn er exemplaren beschikbaar. In de zaak Schipper. Achter rechtbank, alle te lastig gelegde feiten bewezen. Dit zijn strafbare feiten. En de rechtbank acht Schipper hiervoor strafbaar. Meneer Schipper, u wordt hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar met aftrek van voorarrest. U heeft 14 dagen de tijd om tegen dit vonnis in beroep te gaan. In de zaak Ruisdaal acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de officier van justitie te last heeft gelegd en spreekt u, meneer Ruisdaal, dan ook vrij. En bijgevolg wordt de voorlopige hechtenis met onmiddellijke ingang opgeheven. Ik wijs u erop dat de officier van justitie 14 dagen de tijd heeft om tegen dit vonnis beroep aan te tekenen. Dan is hiermee een einde gekomen aan de behandeling van deze strafzaak en verklaar ik de zitting hierbij voor gesloten. En dan wordt het meteen tijd voor een vorstelijke schadevergoeding. Maximale. Zo, we hebben nu een korte vakantie om bij te komen. Ik heb commissaris Moldijk gevraagd mij te ontheffen van mijn taken en mijn verantwoordelijkheden als chef van de unit. Hij heeft daarmee ingestemd. Het valt me verschrikkelijk zwaar, maar ik heb geen keus. Vanaf nu ben ik officieel met verlof. Ik vraag jullie begrip daarvoor. En hoe gaan we nu verder? Ik heb begrepen dat jullie hebben afgesproken dat de leiding voorlopig gedeeld gaat worden door Rebecca en Ben. Dat is niet goed. 1 iemand moet de leiding hebben. En het lijkt mij dat Ben daarvoor de meest geschikte kandidaat is. Ik ben hier de tweede in rang officieel. Het gaat niet om de strepen, maar om de ervaring, Rebecca. En die heeft Ben het meest. Het gaat erom wie verantwoordelijk is en wie uiteindelijk de beslissingen neemt. En het gaat erom wie het meeste vertrouwen heeft. Van iedereen. Oh ja. Oké. Wie denk je? Ik ga niet met je in discussie. Dit beslis jij niet, dit beslist Moldijk. Precies. En daarom heb ik Moldijk gevraagd om het zo te regelen. Adrienne blijft voorlopig jullie officier van justitie. Hou haar in ere. Een betere kun je niet hebben. Dat was het. Succes. Hoe lang wist jij dit al? Nu net. Wist van niks. Ja, sorry Rebecca, maar we hebben nu geen behoefte aan een machtsstrijd, hè? Ik vind dat we verder moeten gaan waar we zijn gebleven. Eens? Ja. Kinky? Ik vind het prima. Ik ook.
Ja, we moeten door. Hoe dan ook. En ik weet hoe onze handen jeuken. Ik zou het zelf ook liever anders willen, maar... Nou, ik heb weinig rooskleurigs te melden. Het Skilla-onderzoek is afgelopen. Het onderzoek naar de bomaanslag is in handen van de Rijksrecherche. En het enige houvast dat we hebben is dat plutoniumonderzoek. En daarin hebben we eigenlijk niks. Nou, het is nu vrijwel zeker dat de moordenaar van die pizzacourierster dezelfde is als de dader van die bomaanslag. En wat levert dat op? De link naar het plutoniumonderzoek. En dat is ons terrein. Het spijt me, maar die bomaanslag is geen taak meer van de unit. Dankzij Harry's getuigen hebben we een nieuwe invalshoek. Kan je daar wat mee, Kinky? Ja. En dan hebben we nog een Zwart. Wie is dat? Felix J. Zwart, 39 jaar. Directeur van een vastgoedmaatschappij die beleggingen en onroerend goed regelt voor kapitaalkrachtigen op de Nederlandse Antillen. Wat moeten we met hem? Ik zou het niet weten. Nou ja, hij komt regelmatig bij Den Dolder op bezoek. Dat heb ik niet gehoord, hè? En nu Ruisdaal is vrijgesproken, is dat al helemaal geen taak meer van de unit? Met een koffertje op bezoek. Een koffertje met geld zeker? Ja, waarom niet? Geldloper van Skilla. Skilla bestaat toch al lang niet meer? Zwart stond op foto's, met zwager. En zwager hoorde bij Skilla. Dus hoe zit dat dan met die Zwart? Nou, Ruud en ik zijn ervan overtuigd dat er meer is dan Skilla. Die zelfmoord van zwager. De bomaanslag op Lottie Werner. En dat allemaal terwijl de top van Skilla gevangen zat. Dan krijg ik een griezelig gevoel van een Skilla, groter en opnieuw in leven. Als een phoenix uit de assen rezen. Okay, guys, this is already at 37 degrees, so you don't have to heat it up. Okay. Nou, en nu maar wachten op het wonder. Mm. You know, only the first step is free. Wat zijn die mensen weinig coöperatief, zeg. Ik word er gek van. Nou, we doen nog één poging, Kink. Anders gaan we onze Spaanse collega's eens tegenwerken. Voor wat hoort wat. Ja, stuur maar naar Roberto Amati, inspecteur unit 13. Heb je mijn pasnummer nog nodig? Ja, alles wat je hebt over FJ Zwart. Alles. Onbelangrijk ook. Jo. Toch niet die liefdesbrief van mij, hoop ik. Die zou ik niet eens lezen. Zie je wel. Zie je wel wat? Nou, echt onverschillig laat ik je niet, hè? Kijk, het gaat mij er al lang niet meer om of we het nog een keer met elkaar doen, alleen nog wanneer. Nou, dan kan je lang wachten. Heb je mij ooit horen zeggen dat ik haast heb? Die Spanjaarden die werken niet mee. Ze weigeren informatie te geven over wie die rekening beheert waarmee die reis van zwager is betaald. Een intelligent mens zou ze vertellen dat die zwager door ons gelinkt wordt aan de ETA. Moet je eens kijken hoe hard ze dan rennen. Maar misschien is dat te geraffineerd voor je. Ja, ja, natuurlijk. Yes, godzijdank. Wie of wat heeft meer macht dan Skilla? Dat is wat me bezighoudt. Wat ben jij van plan? Moldijk wil dat ik verlof neem. Maar je gaat door. Alleen. Behalve jij hoeft niemand anders het te weten. Het is niet illegaal. En voor de buitenwacht is het een weekje vakantie. Een beetje frisse lucht. Waar? Klein hotelletje in Garderen. Vlak bij het tweede huis van Ruisdaal. Ruisdaal en vakantie. Dat wil ik met eigen ogen zien. Hier, Zeebrugge, La Havre, Bordeaux. Maar wat is nou eigenlijk de bestemming van die trawler? Ik heb nieuws. Die Zwart is directeur van een projectontwikkelingsmaatschappij. Ja, en? En diezelfde meneer Zwart is in feite de echte eigenaar van de Earls Club. Misschien moeten we daar nog eens een keer langs. Nee,
We hebben die Russen geschaduwd. Ons kennen ze. Bresler misschien. En waar duikt u meneer Zwart nog meer op? Op foto's die bij zwager vandaan komen. Hier. Met zwager. En hier. Met Aarts. Baas van Beeldenrijk, hoogste baas van Adrienne. En met ongeveer heel politiek Den Haag. Dus? Dus hebben ze allemaal met elkaar te maken. Zwager, Skilla, Uranium. En Ben, het stinkt. Het zit zo dichtbij, beangstigend dichtbij. Ik bedoel, we weten dat Beeldenrijk zwager voor zijn rekening wilde nemen. En dat wij van Beeldenrijk niet achter zwager aan mochten. En plotseling pleegt zwager zelfmoord. En Beeldenrijk wil nog steeds geen echt onderzoek. Hogere wiskunde? Of gewoon een ABC'tje? Ze zeggen dat je ziel gekluisterd blijft. Aan de plek van je dood. Als die dood zo verschrikkelijk is. Geloof jij dat? Ik weet het niet. Jij? Soms voel ik haar. Weet ik dat ze er is. Dat geloof je niet, hè? Ik weet het echt niet, Kinky. Ze kan me niet alleen laten. Ze kan niet zonder mij. Nee. Dat zeg je zomaar. Nee. Je denkt dat ik gek ben. Nadat Katja was doodgeschoten op het vliegveld, ben ik er nog vaak geweest. Voelde ik de arm om me heen. Hoofd op mijn schouder. Was ik toen gek? Hartstikke gek. Net zo gek als jij nu. Ik mis haar zo. Weet ik, Jochie. Weet ik. Laat ze maar even lol hebben. Overmorgen is het afgelopen. Hoe laat vertrekken ze? 6:15 in de ochtend. Zo vroeg al? Zo laat, zou je bedoelen. Die rollen zo vanuit de kroeg het ruim van het schip in. En zo niet kandidaten genoeg. Hoe gaat hij nu? Hi, ik ben blij dat je er bent. Ik maak me wel zorgen over Kinky. Heeft het niet makkelijk, nee. Ik kan dat soort dingen moeilijk zelf oplossen. Maar waarom vraag je niet of hij bij mij thuis een faxmodem komt installeren of iets met de computer? En dat hij mij en de meiden dat dan moet uitleggen en moeten wij niet zo heel slim zijn, duurt dat even. Nou, al die tijd heeft hij geen kans om te piekeren. Oké. Ik heb je toestemming nodig. Undercover operatie op een containerschip. Ja, we hebben daar een ooggetuige nodig, zeker voor straks in de rechtszaal. Levensgevaar. Zoals altijd, als je onvoorzichtig bent. Nou, dat moet ik eerst met Beeldendijk overleggen. Nou, liever niet. Deze keer. Je vraagt veel. Goed,
Ruard deed niet anders. Wie is het? Michael Zoethout. Is van beneden, onbekend gezicht. Is van alles op de hoogte en wil niets liever. Wil je iets drinken? Graag, whisky. Whisky graag. Mag ik ook iets drinken? Tuurlijk. Pikkeltje. Knap werk. Wat? Ik wou dat ik je op de unit mocht helpen. Dat mag je wel. Ik denk niet dat je dat wel kan. En als je het me leert? Dan duurt het nog een week. Een jaar. In dat geval vind je het vast niet erg als ik wat vaker meekijk. Waarom? Zo word ik toch niet snel je concurrent. Hoe principieel ben je eigenlijk? Niet zo principieel. Ik ben wel eerlijk. We waren hier laatst met een paar vrienden. Toen hebben we heel erg gelachen met die mevrouw, de baas geloof ik. De boy? Ja, precies, ja. Oh, die is er niet, die is naar Polen. Oh ja. Ze zijn mooie blonde meisjes op aarde. Die doen het je soms beter. Oeh, zoals je dat zegt. Ik krijg het er warm van. Ik wil even frisse neus halen, waar kan ik dat doen? Achter in de gang, naar links. Oké, ik vind het wel. Hij is niks voor jou. Veel te oud. De ouders van Aad schelen ook 10 jaar. Ja, maar als je 45 bent is het verschil kleiner wanneer je 17 bent. Zoals nu. Hij vindt mij ook leuk. Hij doet aardig tegen je omdat hij mama aardig vindt. En hij wil me ook alles leren. Zijn meisje is dood. Hij voelt niks voor jou. Wat doe je toch altijd negatief? Ik zeg het voor jou hoor. Onwijs bemoei je met je eigen zaken. Reken nou maar nergens op. Dat doe ik ook helemaal niet. Trouwens, waar bemoei je je mee? Ik zou bijna zeggen dat je jaloers bent. Jaloers? Tss. Ze hebben je bewusteloos gevonden op het toilet. Ben je niet lekker geworden? Wat is er gebeurd? Die geven ze straks wel terug.
Wat was je van plan? Niks. Maar waarvoor loop je dan met zo'n ding op zak? Om mezelf te beschermen. Tegen wie? Tegen Schoren. Ik moet maar gaan. Jammer van onze nacht. Kijk je wel een beetje uit met oversteken? Mist u niets? Normaal doen we meteen aangifte, maar in uw geval leek me dat beter van niet. Uw collega's en superieuren hoeven niet te weten dat u hier in uw vrije tijd wat afleiding zoekt. Houd het maar zo. Allicht. Onze klanten moeten kunnen rekenen op onze discretie. Snuffelde in het kantoor van Sonja. Niet te lang, hoop ik. Nee. Het is het nummer van zijn dienstpistool. Waar heb je dat ding? Heeft hij keurig teruggekregen. Prima. Iemand van Surinaamse afkomst. Toch niet Bressler? Had geen papieren bij zich. Hoe zag hij eruit? Zwart kroeshaar. Iets wat platte neus. Brede kop, baardje. Dat zou hem kunnen zijn. Dat moet haast wel. Wat moeten we daar nou aan doen? Ik kan ergens laten droppen dat hij bij ons vertier zocht. Zaak een beetje opkloppen. Schandaaltje. In de uiterste nood, hoewel. Het zal niet veel helpen. Voorlopig wil ik rust in de tent. We moeten Armatov op de hoogte stellen. Die moet op zijn niveau maar wat invloed uitoefenen. Heb ik al gebeld. We hebben 2000 types met littekens gehad. Misschien is het een buitenlander. Als het met het uranium te maken heeft, dan kan het ook een Rus zijn of een Oekraïne of wat dan ook. Of iemand zonder strafblad. Ja, de bommenleggers komen we niet tegen. De burgers ook niet. De Kinky. Die zit hier naast me. De grote B. Dag meneer Bilderdijk. Goedendag, de naam is Talsma. Ik had u gereserveerd. Even kijken. Ja, dat klopt. We doen wat we altijd doen. Met dit verschil dat nu Talsma er niet is, we minder ingewikkeld met elkaar zouden moeten omgaan. Ik ben me ervan bewust dat jullie niet alleen collega's zijn, maar ook vrienden. Maar dat neemt niet weg dat Talsma, ja, een eigenwijze loner was, is. Terwijl jij de indruk maakt veel toegankelijker te zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen gebruiksaanwijzing. Juist. En dat bedoel ik. Talsma communiceert, en laat ik het nou heel voorzichtig zeggen, minder open. Jij bent heel anders. Dat waardeer ik zo in je. Ruward is een erg goede collega. Maar je zult mij nooit iets anders horen zeggen. Zeg, Ben, even iets heel anders. Bressler is in de Earls Club geweest. Wat mij betreft gaan jullie daar niet meer snuffelen. We probeerden daar wat
aanknopingspunten te vinden? Daarom juist. Die bepaalde personen, jij begrijpt best wat ik bedoel, worden daar niet graag lastig gevallen. Het ging om de uraniumzaak. Alleen met keiharde bewijzen en dan pas na mijn uitdrukkelijke fiat. Is jammer. We waren al een heel eind. Ik ben blij dat wij elkaar zo goed begrijpen. Kijk, koppigheid kan soms heel nuttig zijn. Maar vaak is het een enorm obstakel. Kinky, kan jij voor me natrekken van wie het volgende kenteken is? Pieter Nico, Ferdinand Victor 81. Zo, dat is snel. F.J. Zwart. Mm-hmm. Maar had hij ook al. Ja, dankjewel. Nee, volgende keer. Minder elegant om met u te moeten onderhandelen. Had de heer Koops belangrijkere zaken te doen? De heer Koops zit in het buitenland. Dat zei zo. We hebben het allemaal wel eens druk. Op het juiste moment. De overkomst van de heer Koops was dringend gewenst. Wat ik in mijn bezit heb is van heel veel belang voor de heer Koops, stel ik me zo voor. Wij willen weten om wat voor bedrag het gaat. $3,5 miljoen. Op een garantierekening bij een bank in Parijs die ik u bij de overdracht zal noemen. Er ligt 1,5 miljoen gulden aan toner voor u klaar. Beste man, daarvoor had u zich het reisje hier naartoe kunnen besparen. Daar zal de heer Koops niet echt blij mee zijn. Voortaan doe ik alleen zaken met de heer Koops in persoon. Ik zal de boodschap overbrengen. Wat moest die olifant in die porseleinkast? De Earls Club wordt regelmatig in verband gebracht met die uraniumzaak en die is van ons. Maar moet dat dan zo? Bressler is neergeslagen. Volgens mijn informatie dachten ze met een inbreker van doen te hebben. Hoe komt die jongen zo stom? Het is gewoon pech. Den Haag wil het erbij laten zitten, weet je dat? Ja, waarom in godsnaam? Er komen nogal wat diplomaten daar en ze zijn bang voor een schandaal. Juri Armatov, tjongejonge. Ja. Zijn klacht en jullie stunt, je maakt het me niet gemakkelijk. Eigenlijk, mijn beste Adriana, had ik het liefst dat jullie er onmiddellijk mee stopten. Dus ook met het laatste onderzoek? Waarom hef je die hele unit niet op, godverdomme? Je kunt zo opgewonden doen. Zo weinig officier. Ik heb toch ook reden genoeg om boos te zijn? Maar je moet niet zo snel oordelen, Adriana. Ik heb gezegd dat ze kunnen doodvallen. Met z'n allen, daar in Den Haag. Lieve opa, omdat je jarig bent, heb ik een gedichtje voor je gemaakt. Omdat je altijd met me speelt en je nooit verveelt. Ik hoop dat je er nog altijd bent en dat ik je nog veel verwen. Doei, lieve opa. Wij verwennen jou. Kom hier, schat. Excuseer me even. Ik kon hem niet wachten. Ruisdaal wil niet met mij onderhandelen. Hoeveel? $3,5 miljoen. En hij wil alleen met u praten. $3,5 miljoen. Misschien wordt het tijd voor een kleine bijstelling. Sta met rug tegen de muur.
En dat weet hij. Heeft u een ander voorstel? Nou, we moeten verder onderhandelen. Ik neem wel contact met hem op. Bedankt. Je weet dat het niet helemaal zonder gevaar is. Maar er is niemand die je dwingt, dus je kunt nog terug. En dan zal ik je niet minder om respecteren. Het is het minste wat ik voor jullie en Lopert kan doen. Maar je kijkt uit, hè? Dat beloof je. Hé. Hey. Sterkte. Ja. Blijf je helpen? Nee, natuurlijk niet. Maar hij heeft beloofd dat hij iedere dag een papa en mama zou bellen. En Michael? Ja hoor, papi. Kon het nou echt niet anders? We hebben het vermoeden dat het spul ergens wordt overgeladen. Ik wil weten hoe, waar, waarin. We hebben daar een ooggetuige nodig, hoezeer ik het ook betreur. Stel kerels, luitenant. Bedankt. Goeie reis, makker. Ik zou ook al met vakantie willen. Anders ik wel.